Net leuke vlog, jongens. Oh, en M&M's. Alleen M&M. Ik wil dat ook. Oh, twee? En karamelsaus erin. Oh. Ik wil dat wel. Jezus, sorry. Jullie even je de kop houden. Ik probeer hier even een shockblog op te nemen. Wij gaan Italiaan eten. Maar wat ja, joh. Die prank proberen, omdat ze zit iets op je neus en dan toe terug. Niet lachen, serieus. We gaan het niet doen. Nee. Jawel. Welkom bij onze nieuwe vlog van de Reinders. Zusjes, Julie en Marie Reinders. In deze vlog ga je zien wat wij naar de Chin Chin Club gaan. En gaan eten met onze neef Chris bij Sistemonies. En we gaan leuke brillen kopen bij Silenzo. En we gaan iets heel slechts doen. We gaan namelijk naar McDonald's. En nog zoveel meer. Dus ben jij benieuwd? Subscriben. Want als je niet subscribt, kan je geen link dat het online staat. En dan mis je misschien onze vlog. Dat zou heel jammer zijn, want we willen echt veel meer subscribers. Jullie moeten nu ons volgen. Duimpjes omhoog. Nee. Bij 5000 subscribers gaan we weer een grote winactie doen. Dus. Ja, en we vorige winactie met 30k hebben ook Monique, die komt in augustus langs voor een leuke office tour en ze mag setjes naar keuze uitkiezen. Dus wil jij dit ook? Ga dan nu subscriben en wie weet ben jij de volgende. En we moeten even laten zien wat je trouwens aan hebt. Dat is wel leuk. Ik heb vandaag de Reiners sweater aan. We hebben ook een keer eerder in een collectie gehad, maar zonder turtleneck. En ik draag het gewoon met een jeansje. Je kan het ook gewoon dragen als een jurkje met een kort bijkershortje. Of je koopt gewoon een maat L en is het een jurkje. En ik draag de roundneck sweater in het Woodsmoke. Onze favoriete sweatertjes, wat nu in de winkels ligt. Shop it till you drop it. Love. Reiners. En als jullie denken, waar zit jullie? Is er eerst een kantoordagje mee? Ja, allereerst kantoor, jullie. Ja, is een beetje eng, hè? Dus vandaar dat ze even bij mij op schoot zit. Ik heb jullie voor het eerst mee naar kantoor. Omdat jullie en ik heel drukke inkoopdagen hadden. Nu is het een wat rustigere dag. En je ligt meteen op de Reindersbank, jullie. Vind je hem zo lekker liggen? Ja, dat is helemaal voor jou gemaakt, hè? Je verdwijnt dus wat in, zo klein ben je. Good morning! Het is Saturday en ik ben aan de zand geweest om Chill op te halen in Chris. Het is toch zaterdag vandaag? Ja. Yeah. En wij gaan naar Moog, die Cento, want we hebben allemaal nieuwe brillen nodig. En Chill en Loes zitten er achter met de hondjes. Ja. En we gaan lekker lunchen misschien ergens als het mooi weer is. Nou, ook als het niet mooi weer is, kunnen we lunchen. Kunnen we ook gewoon eten. Ja. Ja, dat is waar. Alrighty. Zo, we zijn onderweg. Op naar nieuwe brillen. Hè? Brillenjacht. Brillenjacht. Yes. Ik draag vandaag de nieuwe Reiners sweater van de wintercollectie. Heerlijke warme trui. Oh, ik ga even zo. Ik heb een grote rondweiler aan. Laat je bril even zien wat je hebt gekozen. Zul hou jij stinkhals in de vast? Oh, hij staat heel mooi op de film. Pink to make the boys wink. Ik had deze al. En Jules, jij wilde die andere, hè? Oh. Sorry, in de knoop. We hebben echt nu al een uur getwijfeld wat we moesten nemen. Die neemt Jules deze of moest je kiezen? Ja, neemt Jules gewoon die andere. En dan deze is ook heel mooi hoor. Bij je. Ja, matchy. We dachten naar links kijken. Doggies zijn knock-out. Wij ook zelf een beetje, Loes. Ja, ik heb slapen. Are you happy with your sunglasses? Really, 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 really happy. Ik ben ook heel blij. Ik ga even mijn meisjes ook even unboxen voor jullie. We zijn op zoek naar McDonald's, maar als wij hem zoeken, dan kunnen we hem niet vinden. Oh, Loesje gaat hem even unboxen. Waarvan heb jij je bril gekocht? Van Celine? Ik denk van Celine. Het was niet de goedkoopste, maar dan heb je wel wat. Dat zie ik. Ons budget is overschreden. Prachtig. Hij is toch niet roze, Loes? Nee, hij is wel echt wel een beetje nude. Nude, hij is heel mooi. Very pretty. Oké, ik ga proberen ook om mijn tasje te pakken. We hebben het bij Silenzo gekocht. Wil je even de kop houden? Ja, godverdomme. Ik probeer hier even een shockblog op te nemen. Wat al heel lastig is met één hand. Het zit in een prachtige nude box van Diag. Diag. Ik spreek Dior altijd zo uit, Diag. En ik ga even het beeldscherm omdraaien. Het komt in zo'n mooie doos. Shut up! Goh. Dit is de hoefs. Ze blijven maar lullen. Loes, give me a hand, please. Hij is prachtig nude. I'm gonna wear it very soon. Wat hebben we allemaal gekocht bij Silenzo? Nou, wat niet. Ten eerste, nee. Tisento is een verkooppunt van ons. En zij heeft zelf dan een winkel Silenzo. Dat is voor brillen. Het zit er echt naast elkaar. En ze heeft de mooiste merkbrillen van Dior tot Celine tot Celera, Balenciaga. Alles maar wat je kan eigenlijk bedenken. Alles Gucci. Gucci. Dus wij zijn gewoon gek op deze winkel. En wij hebben al meerdere brillen bij haar gekocht. Eigenlijk en inmiddels ook onze vriendinnen. Alle brillen die we eigenlijk maar hebben zijn bij haar gekocht. En toen hadden Loesje en Chris allebei weer een nieuwe zonnebril nodig. Dus wij dachten, we maken er gezellig uit.
van. Loesje is heel goed geslaagd en jij hebt ook weer een bril gekocht, ondanks je niet naar een bril zocht. Nee, maar hij is super mooi, nude, strak. Heel chic is die van Dior. Ik heb geen nieuwe bril gekocht, want ik had er al eentje gekocht. Maar die heb ik nog niet gefilmd, van Balenciaga. Nee, ook hele mooie, dunne, zo met zwart. En Sjoel en ik delen alles samen. Dus ja, we hebben wel, ik heb sommige brillen, zoals die Versace bril, draag ik meer dan jij. Maar eigenlijk kopen we altijd alles samen, dus ook de nieuwe bril. Dus van mij, maar ook van Marie. En gedeeld ik ook van Loesje, want die vond ze ook heel mooi. Nou, we kunnen altijd alles van elkaar lenen. En delen. En van McDonald's! De gouden boog. Jij hebt net al Ben & Jerry ijs gegeten. Wat denk je, schat, dat goed voor je is? Ik neem een McFlurry hoor. McFlurry M&M's. Jij liegt, dat doe jij niet. Dat doe ik wel. Echt? Ja. Geen Ben & Jerry. Ik heb nog niet geluncht. Softijs is nog minder slecht dan Ben & Jerry. Is dat zo? Dat denk ik wel. Ik ga het meteen in mijn voet even kijken. McFlurry M&M en karamel is van 475 calorieën. Oké, maar ik ga het ook niet nemen, John. Ja, ik wel. Maar ik mag nog thuis gaan nemen. Fuck up. Ik mag nog thuis. De aardappels, is het goed? Heel goed. Is dat niet goed voor je? Goed is anders, joh. Holy shit. En dan neem je dat met frietsaus. Iets te enthousiast. En Happy Meal is gewoon 600 calorieën. Ik kan gewoon beter een Happy Meal nemen dan gewoon één McFlurry. I know, dat zeg ik. Okay. Jill, of Marie, wat neem je dan met frietsaus? Nee. Met niks? Ja. Zullen we ons de beurt bestellen? Anders dan gaan we... Ja, dus jij wat hebben we? Nee, ik wil McFlurry. Ik wil graag één McFlurry M&M karamel. Nee, twee. M&M. Oh, en M&M's. M&M. Ik wil dat ook. Oh, twee? En karamel zou ze doen. Nee. Oh. Ik wil dat wel. Jeetje, sorry. Eén klant. Eén M&M McFlurry en één M&M McFlurry karamel. Ja, ik film het, ja. En dan wil ik twee keer de zoete aardappeltjes met twee keer frietsaus. Ik wil twee cheeseburgers. En twee cheeseburgers. Zonder augurk. Zonder augurk. En een medium friet met frietsaus. En een medium frietje nog graag. Ja, dat was hem. Nou, dat hebben we ook weer voor elkaar, jongens. Is er een auto aan? Nee. Jill, ik heb een griepas nodig. Hebben we er zin in? Ja. Hoeveel McFlurry? Ja. Pak zes, jullie. Dankjewel. Weet ik veel. Ik hou het gewoon ingedrukt. Ja, je moet wel een beetje de beeld leuk. Ja, je moet wel een beetje... Wel een beetje je best doen. Sorry, ik zal even... Leer mij dan vloggen. Hier, zal ik die prank proberen? Omdat ze zit iets op je neus en dan toeteren. Wat? Wat moet je? Moet je zeggen, er zit iets op je neus en zo. Dan moet je toeteren. Doe dat. Lachen. Nee, dat doe ik echt niet. Dat doe je wel. Hoezo nee, dat doe ik echt niet. Doe de Chris dan, dat moet jij doen. Oké, okay, maar ja, kan moet ik wel niet... haar ook filmen. Maar je moet niet heel obvious doen. Er zit iets op je neus. Gewoon, oh, nee, gewoon, oh, hey. Wacht. Oh, wacht. Nee, ik zeg het echt niet. Jawel, Chris. Ja, maar wie gaat er dan toe? Chris, maar die gaat oh, ze heeft ons helemaal gehoord. Nee, geef die vlogcamera nu, snel. Nee, snel. Jullie, jongen. Niet lachen, serieus. We gaan het niet doen. Nee? Nee? Jawel. Hallo. Er zit iets op je neus. Oh, ja. Ik ben hier zo goed in. Loesje heeft altijd top ideeën, maar uiteindelijk doet niemand het. Oh my god. Ja, dat kan toch niet. Oh, heb je al een hap genomen? Eentje. Ja. Keer gefilmd. Ja. Nou. Even terug. Schikker de bende. Ga nou, jongens. Ja, jij is al leeg. Ja, hij is al leeg. Ik heb hem net binnen. Nee, maar even serieus. Het is niet normaal. Echt even zeggen hoe meer calorieën. Oh, het zit wat op je neus. Je moet het straks zeggen als ik het breng. Nee, doe jij maar lekker. Ik doe wel je raam naar beneden. Ja. Nee, doe niet. Ja, nee, ik zal stinken. Oh. Geen okay, goed idee. Die hond. Ja. Zie je, we ook een hapje. Ja, mag geen chocola. Hap je? Nee, dat moet ik niet doen. Nee. Nee. Echt respect voor jou, Marie. Dankjewel. Ik heb niks genomen. Zoete aardappels. Maar dat jij geen saus hebt. Jawel. Oh. Ik neem even terug wat ik 3 seconden geleden zei. Nou, jij hebt ook al een Ben & Jerry in je mond gestopt, ja? Wat neem jij dan? Zijn het ook zoete aardappels met frietsaus? Nu een malle moer. Maar dat is gewoon binnen kunnen zitten als we nu toch moeten wachten. Ja, dat is leuk. Jezus. Ik heb een stuk karton naar mijn hoofd. Oh, wat duurt het toch lang. Dus we hebben geen karamel. We hebben nog 590 gekomen. Hier was er nu 470. 590, ja? Ja, gewoon de helft wat ik mag eten. Hè? Ik ga niet eten. Op een dag. Ja, ik heb gelukkig vanavond ook moeten eten. Vanavond ja, wel? Ja, ik ga het even. Je hebt ook burrata. Burrata is het allerergste wat er bestaat, Marie. Waarom? Echt wel. Het is gewoon heel weinig calorieën hoor. Het is gewoon mozzarella met tomaat. Echt? Ja. Wat is daar erg aan? Ja, jij bedoelt de bruschetta's. Nee, burrata. Oh. Oh, dankjewel. Zit er alles in? Ja. Oké. Okay. Oh, het valt helemaal van mee. Ja, toch? 125. Ah nee, bijna 300 calorieën. Burrata? Maar het is ook een fucking grote bol kaas. Kaas is nooit goed. Orangeplant. Het ruikt naar appel. Nee, zoete aardappel. Oh, niet appel. Het ruikt naar appel. Wie had die cheeseburger? Jij ook nog, Chris? Ja. Ja. Honger, hè? Nee, jij zo nu dan. Waarom? Wow. Chill, ik kan mij niet pakken, hè, nu. Frietje, Marie. Dus ze mag helemaal dit niet. Ik vind naar oliebollen smaken, de zoete aardappelfriet. Oh, lekker, zeg. Ja, bijkomen. Nee, saus toch het lekkerste wat er bestaat. Ik werd snel aan het eten, heb ik weer kan rijden. We hebben geen haast.
Dat is allemaal mijn schuld. Ja. Mooi. Hier zondag voor dat het bal vers wordt gemaakt, ja hè? Mm-hmm. Dat is bij mij ook altijd. Dan is het gewoon warm en lekker, voor zover het lekker is. Oh, eet smakelijk. Dankjewel. Huh? Kom je nou hierheen om te vertellen, eet smakelijk? Dat we weg, nee, dat we weg moesten eigenlijk. Dus je zag jouw mooie kopje er al staan. Ja, dag. Maar je kan ook op de parkeerplaats hier om de hoek. Ik ga bijna weg gewoon. Ja, bij mij denk ik niet zo'n wijsvet. Nou, dat weet ik wel zeker. Blokfrietjes. Ja, die zoete aardappel. Waarom? Oliebollenfriet. Waar de fuck ga ik heen? Nou, je kan alleen maar rechtdoor. Jules, jullie moeten wel meer naar jou doen hoor. We are beautiful. Good years for same. Nee, toch? Net leuke vlog, jongens. Ja, wie wil jullie even horen zingen? Chill! Zing, nog daar gaan! Ah! Iedereen weet toch dat van Astafoester? Zij is een stiefzusje. Anastasia. Zing. Is dat Anastasia? Ja. Hij heeft een andere kring ook weer. Drizella. Ik kan hem niet zien. Grisella, hoe heet ik dit? Ja, zullen we dit even niet doen? Zo vaak gehoord. Ik zie nu Justin Bieber hier. All that matters. All that matters. Nou, dat was het weer. Doei! Jongens, dit is Michael Bibi. Dit is top. Techno lovers. Meteen uit. Nou, dag Marie, was gezellig. Hey, dag gezellig. Nou, Loes, misschien zien we jou vanavond in Amsterdam. Ja. Want wij gaan naar Chaconis, hè, Chris? Yes. Chaconis. We're going for dinner. En ik mocht niet mee. Jij mag niet mee. Nee. Op de terugweg van Silencio hadden we mega erg honger. En wij zijn echt wel goed bezig met ons dieet en ons schema's. Ja. Maar, nou, niet zo goed, niet anders. Chris had het geweldig idee om naar McDonald's te gaan. Als je dan op de snelweg bent en je ziet zo'n M-teken, dat je dan denkt, moet, je wordt er gewoon toegetriggerd om dan gewoon heen te gaan. Van, come my way. Maar ik had zoete aardappels, maar ik had daar wel weer frietsaus bij. Dus het zal niet heel goed zijn geweest. Maar normaal zou ik ook echt een McFlurry en een cheeseburger en niet allemaal losse calorieën in een McFlurry zitten. Ik was er echt van geschrokken. 470 calorieën. Het is gewoon een derde wat we mogen eten. Maar ja, toch heb ik het gedaan. En ik heb in de avond ook heel veel gegeten. Dus die dag was echt super slecht voor mij. Geen goede dag. Moet ik ook misschien zeggen dat wij vacatures open hebben staan. Ja. Wij zoeken bij Reinders eigenlijk vacatures wanted. Nee. Wij zoeken iemand voor logistiek medewerkers die onze webshop pakketjes inpakken. Het mooie in een lintje doen. Dus mooie toerbehandelingen, creditnotes maakt. En die ook eigenlijk alles heeft gewoon. Omtrent logistiek. Maar we zoeken ook twee hele sterke mannen. Die helpen met uitleveren, dozen pakken. Dus hele sterke mannen. Zijn dingen klaarzetten. Kijk jij of ben jij de vriend van of de neef van broer van die kijkt, vlies geef je op. Wij hebben echt personeel nodig. We hebben al een paar leuke meisjes uitgenodigd voor sollicitatie. Ja, dus komen wie weet, volgende week. Dus je moet je nu een mailtje sturen naar reinders.jm@gmail.com. En wie weet, zie je ons dan voor een sollicitatiegesprek. Hoe leuk! Zo, wij zijn vanmiddag bij Silence geweest om de brillen uit te zoeken. En Chris heeft ons uitgenodigd nog voor ons verjaardag om leuk gezellig uit te eten. En ons verjaardag was in mei. En het is nu juli, we weten het. Maar we gaan het alsnog doen, heel gezellig. We zijn naar Chaconis, met z'n drieën. Dus ik heb nu me omgekleed. Ik heb een body aan van de Bershka. En dan met mijn vintage Chanel rok en mijn Diori. En Jules neemt, als het goed is voor mij, een leuk jasje voor je op mee. Maar volgens mij is het een wat chique restaurant. Dus ik dacht, nou, ik doe niet te chic, maar gewoon wel een nette body. Dat is de achterkant zo. Met een rok en dan doe ik natuurlijk wel gewoon sneakertjes eronder aan. Want ik op hakken, dat is iets wat bijna nooit gebeurt. Ik denk dat ik dit wel aan doe. Ik ben benieuwd wat Jules aan heeft. Ga lekker. Italiaans eten, pasta, pizza, burrata. Alles en nog wat. Wij zijn klaar. Wij gaan gezellig met z'n drieën uit eten. Altijd goed. Team Black, Drie Musketeers. Ik heb helemaal zin in. Ik heb zoveel zin in die kaas. Zit hier liggen toen wij zaterdag wat leuks. In Amsterdam op zaterdag. Gaan we zaterdag naar fucking Chaconis. Dat gebeurt wel steeds vaak. We are alive, guys. Oh, wat weet. Wij gaan Italiaan eten. Italiano. Parmigiano. Met ruffel en pasta. Chiara Faregini, boys. Narcissoni, ciccioni. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. De lekkere truffelpasta en toetjes, die ermee doen. Oh ja. Oh. Ik ga nu niet echt aan mijn lijn denken vanavond. Nee, mag niet. Ik wil een lekker cocktailtje, Polestar cocktailtje. Een Polestar meteen. Nee. Call me, baby. Ik ga gewoon lekker aan de rode wijn, denk ik. Ga je lekker aan de rode vino? Echt van Italiaanse man. Huh? Als van Italiaanse man. Ja, ik ga helemaal Italiaans vandaag. Ik ga helemaal zo op mijn borst haaien. Ja. Ik heb je haarbrein moeten vervangen. Ja. Ik heb super veel zin in en ik heb mega veel honger. Dat was laatst die ik McFlurry gegeten.
ik is ook, maar ik had wel meer dan jij. Ja, jij had wel veel meer dan ik. Maar die zit achter een van onze vlogs en kijkt voor volgende week. Huh? Hè? Wat heb je? Helemaal niks. Oké, het is zo druk in Amsterdam dat we anders 30 minuten te laat waren. Dus we zijn alvast uitgestapt terwijl Chris naar haar parkeerplek zoekt. Wij zijn nu onderweg naar Stefan. Iedereen weet hoe je het schrijft. Oké, wij zitten aan tafel. Het is hier beeldig. Echt een heel mooi moment. Ik film nu precies niet de bloemen. De dinner. Het doet een beetje denken aan buitenland. Aan eten. Lekker. Ik heb calamari besteld. Is dat zalm? Ja, dat is zalm. Oh. Het ziet er wel echt flower. Dit is het als wijntje. Zo gezellig met eentje van verjaardag. Ja. Cheers. Deze leuke avond. Op ons. Wat had jij die avond aan? Want wij kregen de DM's ook ontploft. Jullie, ja, meestal als ik iets nieuws heb, dan vind ik het zonde om te vertellen waarvan het is. Dat heb je misschien ook al gemerkt, want ik heb alle vragen niet beantwoord. Omdat je bang bent dat dan je outfit iedereen, maar is. Ik snap het, want ik draag het. En het stond heel leuk. Het is een leuk pakje. Nee, als ik het zou zien, zou ik ook denken, oh, wat een leuk pakje. Dus het is van IMG aan de label. Komt uit Amerika, dus je moet extra kosten betalen als het binnenkomt. Nog iets van 130 tot 200 euro. Dus heb je dat echt gedaan? Keep that in mind, ja. Yeah. Het setje zelf is rond de 200 euro en dan komt er dus nog 100 tot 200 euro bij. Dus het was een prachtig setje, maar hij is wel duurder uitgevallen. Oh, wist ik niet. Daar heb ik niet voor over. Nou, het is beeldig. En ik draag gewoon maat S. Van de Reiners collectie, een nieuwe collectie kopen. Ja, that's true. That's true. Dus van IMGIA de label. GIA. Ik heb nu de krab. Oh, zo lekker. Klein beetje, een kleine portie, hè? Ja, het is te weinig. Vergeleken zult een grote bord met pizza, maar wel heel erg lekker. Ravioli. Ravioli zit erin. Is krab. Buon appetit. Of hoe zeg je het Italiaans? Buon appetito. Buon appetito. Bellissimo. Mag jij dat pizza stukje maken? Maar natuurlijk. Lijkt het maar die heel geïnteresseerd is. Ja. Op, bijna die op. Hij zit al de hele avond op de telefoon. Nat? Ik ben gewoon een beetje, ik merk het aan mezelf, aangeschoten naar één zo'n cocktail. Jawel. Oh my god. Hij pikt mijn laatste hapje. Heerlijk. Wat gaan we nog meer eten, Marie? Ik heb de toetsen niet gezien, Colinka. Nee. Jawel, ze hebben wel toetjes. Dat zou ik wel. Sowieso. Hoe moet ik het dan doen? Zit het nu wel goed? Ja, nu zit het beter. Ja, nu zit het beter. Laten we een foto maken. Stop ik nu met filmen. We zijn met een groot gezelschap. Terug! Oh my god. Oh my god. We zijn in Amsterdam. Gezellig. Gezellig. En wij gaan naar de Chin Chin Chin. Woehoe. We hebben weer. Chris dacht dat we een rustig zaterdagavondje hadden. Ik heb gewoon een gemberthee. Ik denk, we gaan rustig aan. Nee, nee. We werken in de Chin Chin. Chin Chin Club. Here we come. We zijn lekker bij Sassoni's gaan eten met Chris voor onze verjaardag nog. Ja, hij viel ons gegeven. Was heel leuk. We hebben allemaal cocktails gedronken. Ik heb wel die avond op zich een apart shotje. Pasta. Maar wel pizza. Pizza, pasta. Ja, toetje. Oh, wat erg. Een cocktail. En later kwam Jan er nog bij met Tessa. En Taron. Oh ja, Taron. Bij. En toen had Taron het geweldige idee om naar de Chin Chin Club te gaan. Ja. Waar we nog nooit zijn geweest. Dus daar hebben we even een dansje gedaan. En toen was Laura en Ryan ook gezellig gekomen. Ja, en het was echt een plotseling een hele leuke onverwachte avond. Dus ja, dat soort avonden uit. Zijn ook het leukst. Tron was helemaal geschokt dat we geen hakken aan hebben. Sorry Tron. Volgende keer in Amsterdam ga ik hakken aan doen. Nou, ik echt niet. Jawel, ik ben er morgen weer. Dan ga ik gewoon hakken aan doen. Ja? Ja. Oh nee. Ik mark gewoon, my words. Ik vind het gewoon niet lekker zitten. Nee, maar het staat wel heel vrouwelijk. Ja. Tron had wel gelijk. Tron zegt we zijn niet sexy. Dus nee. Sorry daarvoor. We are working on it. Yes. Je ziet ons in de volgende vlog dat ik helemaal in mijn outfitje naar Laura ga met hakken. Met hakken, want Laura heeft ook altijd hakken aan. Ja, prachtig. Ja, het is ook staat mooi, ook heel maar. Vrouwelijk. We moeten vrouwelijker worden. We zijn gewoon niet zo. Camera. 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 Camera.
Krap. It's a rap, rap, rap. It's just, a rap. Justin Bieber. Nou, wij zijn klaar met uitgaan. Helemaal kapot. Ik ben echt heel rustig. Ik vind het ook rustig. Amsterdam, daar ben je dan. En ik ga lekker naar bedje toe. Nee, we gaan eerst nog naar de auto en dan gaan we nog rijden. Helemaal naar Zandvoort. Dan moeten we helemaal naar Zandvoort rijden. Uit Amsterdam, 2:30 ochtends. Het is nog maar 2 uur dan. Oh, 2 uur. Ik kon er nu nog maar even shoppen bij de Bijenkorf met die 70% sale. Wat heb je? 70%? Ja, het zou wel lekker zijn, hè? Kijk! Oh, leuk die neon. Wij hebben veel meer mooie marmer dan jullie hebben hier. Maar Jan, hoe voel jij je? Nou, best wel goed. Best wel goed, ja? Een beetje aangeschoten, een shootje op de eigen. Oh ja, ben je ja. Een beetje aangeschoten? Zeer plezant gaat vanavond. Had ik niet gemerkt. Nee, hè? Dat zie je niet daarbij. Oh. Die man is echt niet goed. Nog één! Nee! Die gaat vallen. Oh, deze man. Jan is bang voor de lift. Waarom durf Jan niet in de lift? Nou, tegenwoordig gaat het wel steeds beter. Jan heeft gewoon een claustrofobie. Ja, hij kan niet in kleine ruimtes, ook het liefst niet in vliegtuigen, liften. Nou, je hoeft hem ook niet op te sluiten in een bus als grapje of in de wc, weet je wel. Dat soort dingetjes. Maar ik zeg ook, af en toe kan je niet met de trap. Als je goed dat je niet mee naar China gaat, dan moet je gewoon 120 verdiepingen af en toe hoog. Ja, inderdaad. Daar is hij denk ik nog niet klaar voor, maar het gaat wel steeds beter. Ja, we hadden nu 1 etage, dus we hadden makkelijk kunnen lopen. Maar dat is wel heel komisch. Jan is gewoon een van de gekste neef die we hebben. Ja, of wel een beetje worden. Moet ik er nou een keer wat mee gaan doen? Hé, hey, Jan. Wat? Heb je van? Kijk maar! Oh, okay. Ga maar alvast, Marie. Nee, met Jan. Zie jij doet het ook niet, hè? Wel. Ja? Deze man. Hou je vast! Kom. Nee. Als we echt vast blijven zitten. Ja, dan zitten we allemaal honderd paar. Dus kom maar. Je bij jullie. Kom maar, Jan. Dit gaat lukken. Voor mij is het ook echt maar 1 trap. Het is echt maar 1 trap. Ik heb er niks dit. Oh, ik sta al. Het is maar 1 trap. Is dat mijn baan? Oh, heel open. Dankjewel. Zoals jullie weten werken we heel erg hard voor Reinders. Ja. En dit soort dagen maakt het wel echt wat gezelliger. Plotseling avond met familie. Ja, want we zijn ook eigenlijk naar onze zus gaan. Maar omdat die ook te druk was, wij konden dat helaas niet plannen. Dus we gaan dit weekend weer naar onze zus. Dus het is wel lastig om met die drukke dagen dingen te combineren. Maar als je gewoon goede vrienden hebt, dan vinden die het ook niet erg om af en toe een afspraak te verplaatsen. Of andersom, als diegene ook druk zijn. Dus wij plannen ons eigenlijk wel met de besties. Hebben we altijd wel. En het is wel altijd heel belangrijk voor ons. Het is niet zo dat we dat. We hebben wel nodig een beetje te. Door. We hebben wel altijd elkaar dan, wat scheelt. Dus we zijn nooit echt alleen. Nee. Maar het is wel als hetzelfde voor. Dat we alleen zijn. Ja, of met familie. En we pakken gewoon heel vaak gewoon na werk nog die stranddaagjes. We gaan heel vaak nog naar onze ouders. Om zoveel mogelijk momenten met familie en vrienden te pakken. Wat gaan wij volgende week doen? Nou, wij gaan voor pruiken kijken. Jacht. Voor onze nieuwe collectieshoot. En dit wordt weer helemaal out of the box. Dus jullie kunnen het ook niet bedenken wat wij gaan verzinnen. Nope. Want wij gaan weer naar een hele mooie, lekkere, warme bestemming voor onze zomercollectie te shooten. En wij gaan over 3 weken naar China. Dus we gaan heel veel collectie voorbereiden. We hebben nog steeds onze inkoopperiode tot eind juli duurt. Ik zal heel veel thuis zijn. Lekker met mama en papa en Jan. Lekker bubbelen. Het wordt super mooi weer. Het wordt een hittegolf volgende week. Dus we gaan heel veel stranddagjes pakken. Lekker eten. Voornamelijk relaxen, strand, winkelen. Want we gaan ook voor die pruiken en alles. En ik wil zaterdag hebben ook nog een make-up nodig. Want al zijn make-up is op. Dus waarschijnlijk gaan we ook nog naar de MAC. Bijenkorf heeft sale 70%. Dus dat is ook altijd leuk om mee te nemen. Dus ben je benieuwd wat we volgende week weer gaan doen? Subscribe. Subscribe, please. Love. Reinders.